Indien je het IPTV pakket hebt aangeschaft, maar het pakket TV verschijnt niet in het hoofdmenu, controleer je het volgende. Als eerste kijk je of je wel een actieve internetverbinding hebt. Dit doe je bij systeeminformatie en netwerk. Hier moet verbinding verbonden aangegeven staan en je hebt een IP-adres. Als je dat hebt gedaan, ga je naar systeem, live TV. Controleer eerst of het geactiveerd aangevinkt staat. Is dit niet het geval, vink hem dan aan. In dit geval zie je dat hij gelijk de tv-kanalen gaat laden. En in het hoofdmenu is het kopje tv erbij gekomen. Is dit bij jou niet het geval, controleer nogmaals of je de juiste spelling hebt gebruikt van de activatielink. Dit is namelijk, los van het geen verbinding hebben met internet, de meest voorkomende fout die men maakt indien het tv-pakket niet gelijk verschijnt. Om het te controleren ga je dus naar systeem, add-ons, mijn add-ons, PVR, cliënten en configureren. Het systeem moet ingeschakeld zijn, maar dat is het in dit geval. Werkt het hierna nog steeds niet, neem dan contact met ons op via mail of telefonisch. Dan helpen wij je verder.